mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik iets super leuks voor jullie. Nou ja, eigenlijk heel erg leuk voor mij, want het is een shoplog. Maar ik weet dat heel veel van jullie dat heel leuk vinden om te bekijken. Dus ik was laatst, zag ik de sale op Bershka en het was echt niet te houden. De laatste momenten smeten ze met kortingen en ik dacht, ik moet bestellen. En ik heb echt een hele zak vol, of ja, zak, het is een doos, vol met spullen van Bershka Fashion. En ik geloof dat ik in totaal maar iets van €55 heb uitgegeven. En het zit dus helemaal vol. Ik heb het nog niet uitgepakt. Ik ga beelden schieten waarbij ik het aan heb. Dus ik ga jullie vertellen wat ik ervan vind als ik het in mijn hand heb. En dan vervolgens zie je nog beelden hoe het eruit ziet als ik het aan heb. Ik vertel wat over de kleur, de stof, whatever you like. En ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Zijn overigens geen affiliate linkjes. Ik heb dit gewoon zelf gekocht en ja, super leuk. En mocht je dit nou leuk vinden, geef het natuurlijk een dikke duim omhoog. En ben je hier voor het eerst, vergeet dan niet te subscriben op mijn kanaal. Dat zou ik super leuk vinden. Ik kan niet wachten om het uit te pakken, dus ik ga het nu meteen doen. Een hele doos vol met spullen. Oh mijn god, het is zo mooi ingepakt. Het lijkt erop dat het zo... Oh, hier zit een sticker. Ik zeg, het lijkt erop dat het hier open moet. En dat moet ook. Tada! Je krijgt dus een doos met alle opgevouwen spullen erin. Mooi. Laten we met het eerste item beginnen wat bovenop lag. En dat is een jasje. Ik ben echt al zo lang op zoek naar een jasje. Ik heb een pantenprint jasje. En nou ja, ik zag deze helemaal niet duur meer. Ik hoop dat er een factuur of zo in zit. Dan kan ik zeggen wat alles kostte. Oh, er zit een prijskaartje op natuurlijk. Deze was €35,99. En ik weet 100% zeker dat ik dit niet betaald heb ervoor. Ik denk dat het €9,95 was. Maar ik zal het eventjes hier in beeld ergens zetten wat die kostte. Het is een soort camel kleur met dubbele knopen. Ja, het stofje is ja, synthetisch. Maar dat is altijd wel met deze jasjes. Ja, het voelt heel goed. En ik vind het is ook heel erg dik. Het is mooi afgewerkt. Ik zie geen gekke naadjes die loslaten of zo. Ik ben heel benieuwd hoe deze staat. Ik heb XS. Ik ben normaal... Bestel ik S, maar die was uitverkocht. Dus ik ben heel benieuwd of die niet te klein is. Maar dat gaan jullie gewoon zien in dat shot natuurlijk waar ik het aan heb. Oh ja, de achterkant zit zo'n... dit is vastgestikt. Dat ga ik even loshalen, want dat hoort natuurlijk niet. En dan heb je zo'n split in, in de achterkant. Dit is alleen voor op te hangen dat het netjes hangt. Maar, so far vind ik hem echt super vet. Echt heel mooi. En ook echt goede kwaliteit voor wat ik er betaald voor heb. Oh ja, dan had ik een... hoe heet het? Ik weet niet hoe het heet. Nou, zo'n haarbandje, weet je wel, met aan de voorkant dan zo'n strik. Ik dacht dat het wel mooi stond met mijn zilver, nou nu is het inmiddels blonde, haar. Ik denk dat het lekker afsteekt. En ik hou daarvan met een felle lipstift erbij. Niet deze, dit matcht niet. Maar ja, ik denk dat deze ook heel mooi staat. Dus ik ben heel benieuwd hoe die bestaat. Maar het is gewoon vooral handig. En ik dacht ook met sporten dat je haar uit je gezicht is. Vet relaxed. Gauw door naar de volgende item. Dat is een trui. Oh, dit ziet er een beetje gek uit. Het lijkt een beetje cropped. Maar dan wel heel baggy aan de bovenkant. Dit moet ik aanzien, denk ik. Ik denk dat ik dit had bedacht samen met een high-waist broek. Het is een heel dun stofje. Dus het is niet echt een hele dikke trui. Maar dat is juist wel lekker. Want soms in de winter dan wil je niet met een t-shirt naar buiten. Maar een dikke trui is veel te warm. Dan is dit eigenlijk perfect. En ik vind de kleur wel heel schattig. Het is een soort roze. Maar ja, als je het vergelijkt met mijn trui, is het een beetje zo faalroze. Deze was €15,99. En ik heb een maat S kunnen bestellen. En ik heb er natuurlijk minder voor betaald. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze aanziet. Want ik denk dat hij heel erg baggy aan de bovenkant is. Oh ja, dit shirtje vond ik echt heel grappig. Ik hou gewoon wel van t-shirtjes. En vooral als ze een beetje los zitten. Hoewel ik dacht dat deze... wat minder breed zou zijn. Maar die moet ik dus ook even aanzien. Heb ik in maatje S en was €7,99. En ik heb er minder voor betaald. Er staat op manager of myself. I was nobody before social media. I guess that is kind of true. Dus ja, ik was een simpel nerdje die games speelde. En
ja, in het lab stond. Meer deed ik niet zoveel. Dus ik dacht, nou, dit vond ik wel een leuke. Heel goed manager. Het is echt zo'n fout motiefje van een of andere slechte zonnevakantiemerk of zo. En ja, ik denk dat dit best grappig is. Gewoon een t-shirtje om erbij te hebben. En dan had ik nog een t-shirtje. Wat stond daarop? Refuse to grow up. Ik heb deze in maat S en hij was €4,99 volgens het kaartje. Maar ik denk dat ik hem in de sale heb gekocht, dus dat er wat goedkoper was. Wit verder en ja, ik denk dat hij bij mij goed past. Het is gewoon een heel normaal modelletje. Ik kan niet wachten om hem even aan te trekken en kijken hoe die staat. Oh, dat is een jurkje. Oh ja, dat was ik alweer vergeten dat ik die besteld had. Dit is dus een jurkje met rib, een dikke rib of zo. Super zacht stofje. En dan, nou, er zitten wel wat naadjes los bij de knoopjes. Ja, en het is een jurkje dus met knoopjes aan de voorkant. Super schattig vond ik hem online. Oh ja, ik dacht al, hij ziet er een beetje groot uit. En het is maatje M. Ik denk dat S was uitverkocht. En hij was €15,99. Ik vind hem super leuk, dus ik hoop dat hij past. Maar hij ziet er best groot uit en ik ben niet zo groot. Maar ik ben heel benieuwd hoe hij eruit ziet als ik hem aan heb. Dus dat gaan we zo zien. Maar ik heb er denk ik ook geen €15,99 voor betaald. Of dit was de nieuwe collectie. Maar goed, maatje M in het grijs. Ik vind hem super lekker zacht. Dus ik hoop dat hij past. Komen we nu aan bij de broeken. Ik heb een broek besteld. Oké, voor de mensen die niet eerder een video van of shoplog en try-on hebben gezien bij mij. Die weten misschien niet dat ik altijd spijkerbroeken eigenlijk bij de Bershka koop. Als ik niet zo'n groot budget heb. Want die zitten echt gegoten. Ze zitten maar altijd perfect. En ja, als ik weet dat maatje gewoon... Ja, als die modellen goed staan bij mij, waarom zou ik nog verder zoeken? Dus ik koop altijd mijn spijkerbroeken bij de Bershka. Nu zag ik laatst iemand met de flare jeans. En ik ben helemaal niet van de flare jeans, hè. Ik denk helemaal niet dat het mij staat. En daarnaast is ook een beetje dat slangenprintje helemaal hip. En ik ben er eigenlijk een beetje obsessed with. En nu zag ik dus bij de Bershka in de aanbieding een slangenleer flare jeans. Of slangenleer, nee, slangenprint flare jeans. En ik ben heel benieuwd hoe die me gaat staan. Ik ga hem even aan jullie laten zien. Oh god. Ik weet sowieso dat Nikki dit vet lelijk gaat vinden. Nou ja, dit is de broek. En zoals je ziet is de onderkant flared. Dus daar moet een hele leuke sneaker onder. Of een hele stoere hak. En dan heb ik dit maatje S. En hij was €19,99. Oh, hij is lang hoor. Ik ben heel benieuwd hoe dat staat. Oké, jullie kunnen mij nu al uitlachen. En ik zit nog te denken van, zou ik me staan? Geen idee. Oké, dat was de flare jeans. En dan heb ik 1 of 2, 3 spijkerbroeken gekocht. Oké, dit is een zwarte spijkerbroek. Oh, ik zie het al. Die is sowieso een beetje te kort. Maar dat maakt niet uit. Dan kan ik hem oprollen en dan is het gewoon een... met blote enkels. Misschien niet voor de winter helemaal jee. Of met een leuke sok misschien wel. Maar ja, dit is maatje 36. Ja, ik weet gewoon zeker dat deze goed past. Dit is gewoon mijn maat wat ik altijd heb. Het is een beetje volwassen zwart. Ik heb een andere volwassen zwarte broek, maar die is high waist. En deze is niet high waist. Dit is een push-up. Dus ik denk dat je hier goede billen in hebt. Hij was €17,99, maar volgens mij heb ik voor deze €7,99 betaald. Het was echt bizar hoeveel sale er was op de broeken. Sowieso als hij €17,99 was, was het al niet een dure broek. Meestal zijn de broeken bij de Bershka rond de €35. Oké, dan heb ik een skinny high waist. Oeh, dat is een heel dun stofje, voel ik al. Misschien is hij daarom een keer in de aanbieding geweest, omdat het meer een zomerstof is. Maar goed. Skinny. Ik vraag me af hoe skinny die is. Hij lijkt best breed nog aan de hier. Of zeg ik nou iets raars. Nou, en high waist. Maatje 36 weer. Deze was €19,99. En nu... Bling. Weet ik niet. Het is een beetje volwassen spijkerbroek. Met oranje naden. Deze moet ik echt aanzien of ik hem mooi vind. Maar ik denk dat die echt perfect zit. Maar ja, dat is gewoon bij Bershka. Dat is gewoon... mijn maten. Dus die modellen zitten meestal wel goed. Oh, en dan nog 1 skinny ankle super high rise. Nou, ze verzinnen het wel.
met de woorden. De skinny angle super high rise. Als je deze aandoet, krijg je skinny angles, blijkbaar. Nou ja, dit is ook weer een volwassen lichte spijkerbroek met ja, dit kapotte onderkantje dan. Dat is denk ik dat ze bedoelt met skinny ankle. Enkelbroekje, oranje naden, een beetje zo volwassen, maar niet van die gekke wasvlekken of bleekvlekken erop. Met een leuke riem hierin, denk ik dat het echt geweldig staat. Deze is ook maat 36 en was 19,99. Heel benieuwd hoe deze staat. Nou, voor de video ga ik hem al afsluiten. Ik ga nu de aanshots filmen, dus jullie weten allemaal hoe het staat. En ja, so far, als alles past, ga ik alles houden, want ik vind het gewoon allemaal hartstikke leuk eruit zien. En ik kan niet wachten eigenlijk om weer lekker nieuwe kleren aan te hebben. Het geeft ze altijd zo'n goed gevoel. En dat, voor 55 euro heb ik echt super veel spullen gekocht. Dus ik ben echt heel blij met deze aankopen en ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen inspireren. Laat me weten wat jouw favoriete item was of favoriete outfit. En hou mijn Instagram in de gaten, want dan komen ze nog voorbij. En dan weet je precies ook een beetje hoe ik ze stijl en hoe ik ze combineer met elkaar. Maar voor nu wil ik je bedanken voor het kijken van de video. En dan zie ik jullie heel graag bij een nieuwe video. Doeg!